Wie droomt van een carrière in transport en logistiek is naast de theorie in de schoolbanken voor een groot deel aangewezen op leren in de praktijk. Voor de bijna 500.000 mbo-studenten in ons land is het een onmisbaar onderdeel van hun opleiding. Het ministerie van OCW steunt het leren in de praktijk met de jaarlijkse verkiezingen van beste praktijkopleider en beste leerbedrijf. STL organiseert deze verkiezingen voor de sector en selecteert aan de hand van verschillende criteria een top 3. De winnaars ontvangen de award uit handen van juryvoorzitter Gabby Delhaas van STL. STL zorgt ervoor dat eigenlijk de match er plaatsvindt tussen aan de ene kant de student en aan de andere kant het leerbedrijf. Heeft ook contact met school en is eigenlijk een soort van linking pin rondom die student. En probeert zeg maar daarin bij te sturen op het moment dat dat noodzakelijk is. Een praktijkopleider is eigenlijk van wezenlijk belang voor de hele opleiding en ontwikkeling van de student. Een BBL-traject bestaat uit 4 dagen werken, 1 dag in de week naar school. En op die 4 dagen zijn leerlingen actief op dat leerbedrijf. En dat wordt vormgegeven door die praktijkopleiders. Die proberen te voorzien met allerlei opleidingen en trainingen. Die jongeren veranderen, daar moet je op in kunnen spelen. En we proberen vanuit STL daar ook nadrukkelijk extra te ondersteunen op het moment dat dat gewenst en noodzakelijk is. De genomineerden zijn Karen Silleman van PA van Rooyen in Meidrecht, Even Hoeks van Mercure Smart Logistics in Venlo en Piotr Knotalski van Jongeneel Transport in Valkenburg, Zuid-Holland. En Piotr strijdt met de eer. Na zijn drukke baan als teamleider is hij ook praktijkopleider en begeleidde hij de afgelopen jaren al tientallen studenten. Op dit moment zijn er 3 BBL-studenten onder zijn hoede. Dit jaar is met overgrote meerderheid van stemmen verkozen tot praktijkopleider van het jaar Piotr Knotalski. Super, dank u wel. Ik ben er heel erg trots op. Ik ben blij dat het gewaardeerd wordt van de mensen die hebben op mij gestemd. Maar uiteindelijk, ik ben er blij op de jongens, want daar doe ik voor. De hoogste prijs is voor mij als ik zie de jongens in de vrachtwagen zitten. Ik vind dat het leuk als ik zie tot de jongens ontwikkelen, tot ze komen gewoon. En als het eigenlijk jonge jongens, ze kennen dat eigenlijk geen eens werken. Hebben ze eerste contact met hun werk. En dat help ik aan hun, zeg maar, steeds te groeien. En op een gegeven moment zie ik gewoon en eventjes, hoi Piet. Maar ze zitten zo in de vrachtwagen, achter de stuur. En dat is wat ik leuk vind. Bij de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar wordt er gekeken naar de begeleiding van de student-werknemer, de rol en inzet van de praktijkopleider in het bedrijf, investering en innovatie in opleiding en de samenwerking en relatie met de omgeving, zoals scholen, ouders en opvoeders en andere leerbedrijven en partijen. STL heeft eigenlijk contact met allerlei partijen die rondom die student staan. En we proberen eigenlijk al die belangen rondom de student op een goede manier vorm te geven. En op het moment zeg maar, dat er dan bijvoorbeeld een leerling ziek wordt of er gebeurt iets rondom die leerling waar het bedrijf dan niet per se invloed op heeft, dan kunnen wij daar op inspelen en kunnen wij ondersteuning bieden. De genomineerden voor het Leerbedrijf van het Jaar zijn Sander Sfritom uit Uden, Van der Linde Groep uit Waalwijk en ST van der Brink uit Ermelo. Het was dit jaar een overduidelijke winnaar. Een leerbedrijf waarin de student de beste versie van zichzelf kan worden. Een leerbedrijf dat kritisch naar zichzelf kijkt en open staat voor verbeteringen. Dat typeert deze organisatie en maakt het een leerbedrijf van de buitencategorie. Naar het unanieme oordeel van de jury is de winnaar van de verkiezing voor het beste leerbedrijf in de transport en logistiek 2024 dan ook geworden ST van der Brink. Deze award betekent voor het bedrijf heel veel moois, een stuk erkenning dat we dingen goed doen. Ik denk dat de reden voor succes is dat we dicht bij de leerling zijn. Dat we ze van school achter de broek aan zitten. Dat ze heel divers takenpakket hebben. Dus van monteur tot mee op de vrachtwagen, in de wasstraat, in het warehouse. Daar mogen ze allemaal werken. Hebben ze hun B-rijbewijs, kunnen ze met een busje gaan rijden. Dus we hebben heel veel verschillende taken die de leerlingen hier mogen doen. Opleiden zit in ons DNA, het is een vanzelfsprekend iets eigenlijk. Je helpt zo leerlingen, behalve dat je ze helpt met een diploma halen, help je ze met iets doen wat leuk is. En dat willen we gewoon vol blijven houden. Yeah. Ja, wij zijn super trots op dat deze award hebben gewonnen. Ik zei vooraf, het maakt me niet uit of we winnen.
Want we willen gewoon BBL-leerlingen binnen hebben, maar het is natuurlijk iets super gaafs dat je de beste opleider van Transporterend Nederland bent. Ook dit jaar kenmerkt de verkiezing zich weer door bijzondere winnaars. Maar alle genomineerden zijn ieder op zijn of haar eigen manier ware ambassadeurs van het vak praktijkopleider. STL beschouwt ze als een voorbeeld voor de branche en zijn van onschatbare waarde. Deze verkiezing is echt ontzettend belangrijk, want daarmee geven we eigenlijk podium aan leerbedrijven en praktijkopleiders. En we kunnen niet genoeg leerbedrijven hebben. Zonder leerbedrijven kunnen wij helemaal niks. Dus ik wil eigenlijk dan ook graag iedereen van harte oproepen die op dit moment nog geen leerbedrijf is of nog geen praktijkopleider. We hebben je heel erg hard nodig en willen wij met elkaar zorgen voor voldoende kwalitatief goede jonge instroom, dan zou ik zeggen, doe vooral mee en draag je steentje bij. Ook komend jaar organiseert Sector Instituut Transport en Logistiek weer de verkiezingen tot beste praktijkopleider en beste leerbedrijf in de sector transport en logistiek.